De Anton de Kom Universiteit van Suriname begint na ruim 11 jaar weer met een masteropleiding geschiedenis. Historicus Jeroen Egger is richtingscoördinator van de opleiding. Egger zegt dat deze masteropleiding niet alleen het tekort aan historici moet inlopen, maar dat het belangrijk is dat de Surinaamse geschiedenis herschreven wordt. Ik kan een citaat van Maarten eigenlijk uit zijn presentatie doen, hè, waar hij zegt: een natie zonder geschiedenis is een innerlijke tegenspraak. Wat een natie maakt, is haar verleden. En dat verleden moet opgeschreven worden. Dus een van de belangrijke doelen van de geschiedenisopleiding is ook om onze eigen geschiedenis te schrijven, onze eigen curricula te ontwikkelen voor scholen en onze eigen visie op de geschiedenis presenteren aan het publiek. Dus los van het onderwijs is een belangrijke reden om te beginnen met een master ook om mensen op te leiden om inderdaad de geschiedenis te herschrijven. Voor de opleiding hebben ruim 20 studenten die een geschiedenisvooropleiding hebben zich opgegeven. Egger zegt dat de economische situatie in het land het moeilijk maakt voor belangstellenden om deze opleiding te doen. Dit is een masteropleiding en een masteropleiding op ADEC moet kostendekkend zijn. Dus dat betekent dat, niet zoals bij de bachelor, studenten alleen inschrijfgeld betalen. Ze betalen ook collegegeld. En ik hoef u er niet bij te zeggen dat door de geldontwaarding een masteropleiding voor heel wat studenten een kostbare investering is. En we zitten dus met dat gegeven dat er studenten zijn die belangstelling hebben, maar even pas op de plaats hebben gemaakt, want het collegegeld was een barrière. Morgen wordt het openingscollege van deze opleiding verzorgd. Het volledig interview met Jeroen Egger over de masteropleiding geschiedenis kunt u morgen zien in het programma In Gesprek Met om 5 uur 's middags en wel op kanaal 12.1.